Pare. Oké, nu kunnen we echt beginnen. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video en wederom een extra video op mijn kanaal. Op dit moment ben ik waarschijnlijk net bevallen, dus deze video heb ik al een stukje van tevoren opgenomen. Maar dat maakt helemaal niks uit, want ik heb iets leuks. We gaan namelijk niet één, niet twee, maar drie dingen unboxen in de video vandaag. En ze liggen hier naast mij. Laat ik ze even zien aan jullie. We hebben de, nou is bijna mijn naam, Tia. Tian Gaming draadloze headset. Een draadloze muis, de RedX van Trust Gaming. En als laatste de compacte keyboard, het compacte keyboard. Mechanical, de Kalas heet die, van Trust. En we gaan beginnen, laten we beginnen met het keyboard. Maar voordat we echt gaan beginnen aan deze video, wil ik jullie vragen om te abonneren op mijn kanaal. Geef deze video een duimpje omhoog als je wil. En hopelijk laat je ook een leuke comment achter. Daar zou je mij heel erg mee helpen. Dus, I see you in the comments. Oké, het eerste wat we gaan uitpakken is de Kalas. Dit is dus een keyboard zonder numpad. Dus als jij een compactere setup wil, dan is dit de uitgelezen keyboard die je wil hebben. Hij doet me heel erg denken aan de Asta die ik op dit moment heb. Alleen dus zonder de numpad aan de zijkant erbij. Het is mechanical. En natuurlijk RGB. Er staat ook top metal plate. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Dus laten we hem gewoon gaan uitpakken. Van deze prachtige keyboard ga ik er ook één weggeven. Mocht je deze willen winnen, ja, hou dan vooral mijn social media in de gaten. Snij je in je rug, zou mijn moeder zeggen. Oké, daar komt ie, jongens. En meisjes. En alles wat er tussen zit. Oh, ik laat wat vallen. Daar gaat de bikini nu op af. Maar dat is het stukje waar je de keys mee kan verwisselen. En dat kun je dus gebruiken om ze eraf te halen. Zodat je je keyboard tussen de toetsen kan schoonmaken. Oh, dit is. Ik dacht dat die. Maar ik kan hier nog uit. Oh, wat is die chic. Wauw. Oh, deze is losgelaten in de verpakking. Nee, die heb je zo weer vastgeklikt. Het is heel makkelijk. Het zijn rode toetsen. Dus onder de toets, zal ik maar zeggen. Voor de mechanical keyboard kenner. Hij klinkt toch heerlijk, hè? Klinkt naar een nieuw toetsenbord. Ik vind hem er heel chic uitzien. Hij heeft dus een beetje een soort metalen metal topcoat. Dat zie je ook. Licht zilver. Ja, grijs. Licht grijs. Beetje tegen het zilver aan. Heel chill. En je kunt hem ook zo. Je kunt hem plat leggen. Maar er zitten ook van die dingetjes onder dat je hem rechtop kan zetten. Deze is niet wireless. Maar hij is wel echt chic en compact. Terwijl als je hem ziet, heb ik niet zo het gevoel van. Oh, wel een klein ding. Of ik mis iets. Nee, ik vind hem erg mooi. Ik vind hem zo op het oog heel mooi. En hij. Hij klinkt ook lekker, hè? Het is altijd belangrijk bij een mechanisch toetsenbord dat hij lekker klinkt. Nou, dat doet deze zeker. Nou, dat is een succes. Een prachtig product. Nieuw product van Trust. Laten we gewoon doorgaan naar het volgende product, toch? We hebben er nog zat. Ja, die wireless gaming headset. Dat is iets waar ik al heel lang naar vraag bij Trust. En hier is die. Dus die gaan we eens eventjes aansluiten. Of die gaan we eens eventjes openmaken eerst. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij maakte deze net al een geluidje toen ik hem een beetje in de verpakking kneep. Het is 5.8 GHz wireless voor fast en lag-free connection. Lichtgewicht, leather-red earpads. Oh, dat is heel chill. Dat is heel zacht op je oren. 13 uur of playtime. Nou, dat is echt lang. On-ear controls. Oh, dat is ook wel fijn. Dat je hem harder en zachter kan zetten op je home als je zo doet. En flexible microphone. Oh ja, dat hebben wij dus niet nodig aangezien wij altijd een USB mic gebruiken. Dus die kunnen we misschien eraf laten als dat een optie is. En anders altijd ingeklapt laten.
Oh, hier is al, zie ik al, de USB. Kijk, die doe je dan dus in de computer. Er zitten ook nog wat, de doos even aan de kant. Dit zijn, dit is niet zo belangrijk, user guide, plug and play, echt heel easy. Oh, je kunt de mic mute, je kunt de hele headset uitzetten. En dit is het kabeltje om hem op te laden. Dat kan ik ook eventjes in de doos doen, want we gaan nu eerst kijken naar hoe hij eruit ziet. Want ik ben veel te lang aan het stallen. Oh, wauw. Ik heb het idee dat ze echt een hele nieuwe slag hebben gemaakt bij Trust. Kijk hoe mooi, met die witte randen ook. En dit is ook leer. Ik weet niet of het echt leer is, maar het voelt wel heel lerig. Oh ja, en hier zitten de knopjes op de achterkant. Dus het mic muten, de headset gewoon uitzetten en harder en zachter. Ik ga hem even opdoen. Oh, wacht, hij moet ietsje groter voor mij. Ik heb een grote kop. Oh, ja. Dit zit perfect. Hij staat ook leuk, hè, met die witte randen. Oh, ik ben helemaal obsessed. Ja, obsessed. Klinkt cool. Ja, en hier heb je dan de mic. Die kun je zo doen. Als een helpdesk medewerker. Welkom bij McDonald's, mag ik uw bestelling? Maar je kunt hem ook zo doen. Nee, maar je kunt hem er niet afhalen. Maar dat is niet erg. Hij zit ook niet echt in de weg of zo. Nee. Oh, wat fijn. Vooral als je thuis werkt is dit denk ik heel chill. Want dan heb je misschien niet zelf een studio mic. Dus dan is dit wel... Het is echt een compact... geen poespas, weet je wel. Geen RGB. Dat vind ik ook echt niet nodig bij een headset. Kan wel. Als je van disco op je hoofd houdt. Nee, heel mooi. Ik vind deze echt heel mooi. Dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste product dat ik wilde unboxen vandaag. En dat is de Red X van Trust Gaming. De wireless gaming mouse. Het heeft 400 tot 10.000 dpi. Je kunt hem opladen en dan duurt hij dus 50 uur. Kun je ermee spelen voordat je hem opnieuw moet opladen. Low latency, power saving mode. 8 miljoen keer kun je klikken. Geen idee. Oh, er zit RGB in. En er zit... Je kunt hem programmeren. Er zijn 6 buttons to suit your playstyle. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Wat ze daar nou precies... Hoe dat eruit ziet. Dit is om hem op te laden. Oh, ja, dit is een stuk kleiner natuurlijk. Het is maar een muisje. Het is waarschijnlijk ook plug and play. Dat, ik vind dat bij de producten bij Trust sowieso wel dat je niet heel veel verstand hoeft te hebben. Ze hebben altijd opties dat je er heel veel mee kunt. Maar je kunt, als je dat niet allemaal wil, kun je ook gewoon plug and play. En dan werkt het ook gewoon heel goed. Oh ja, hier kun je, dus inderdaad gewoon USB in, erin doen. En ready to go. En die knop op de bovenkant is voor de snelheid. Nou, het ziet er heel vanzelfsprekend uit. Laten we hem vooral even uitpakken. Voelt goed. Voelt heel goed. Ik vind hem er heel chic uitzien. Net als die headset. Echt, ik heb het idee dat ze een nieuwe slag in zijn gegaan met chique huid. Het is gaming, maar het is ook lifestyle een beetje. Je kunt dit er dan afhalen. Hier kun je nog aan en uitzetten. En hier kun je hem dan 1500 en 125. Dat zal met de snelheid ook te maken hebben. Hier kun je de dpi veranderen. Maar het ziet er echt fantastisch uit, moet ik zeggen. Maar heel mooi. Mooi strak muisje. Sowieso heel fijn als je thuis werkt, zal ik maar zeggen. En dan... op je laptop of zo. En dan is het echt een fijn muisje sowieso. Met gamen, dat moeten we even uitproberen natuurlijk. Dat kan ik nu niet zeggen. Alle producten heb ik gelinkt in de beschrijving hier beneden. Ik wil natuurlijk Trust bedanken voor de samenwerking die we al jaren hebben. En ook voor deze video natuurlijk.
dat samenwerking geldt. Oh, de batterij is ook op. Dus ik ga gauw de video afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wens jullie een hele fijne dag nog verder. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Check de linkjes in de beschrijving. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Doei! Thank you.